De huizenprijzen lieten deze week de sterkste stijging zien in 16 jaar tijd. Dat roept natuurlijk bij huizenkopers de vraag op, stap ik nu op het hoogste punt van de markt in? Nou, geen nood. Een beursanalist kan namelijk niet een correctie op de beurs voorspellen, maar wel op de huizenmarkt. En het zit namelijk zo. De conjectuurcyclus kent een vast patroon. Je kunt het eigenlijk vergelijken met Domino Day. Waarbij iedere markt een dominosteentje is dat op een bepaald moment omvalt. Maar iedere markt heeft zijn eigen vaste plek in het parcours. Het steentje vooraan, dat is de beurs. Laten we maar even kijken naar de ontwikkeling van de economie. Hier zie je de goede en de slechte tijden van de Nederlandse economie sinds 1984. En de beurs, de AEX, die in 1984 is gestart, loopt dus heel duidelijk op die economie vooruit. Ze gaan hand in hand, maar de beurs loopt voorop. Nou, de beurs is het eerste dominosteentje, wat dus niemand ziet aankomen, dat het omvalt. Maar andere markten zijn later in de cyclies en dus wel voorspelbaar. Zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Laten we hier even kijken naar de ontwikkeling van de Nederlandse economie over de afgelopen 20 jaar. En het aantal vacatures. Je ziet heel duidelijk een vertraging van ongeveer 1 tot 2 jaar. Dat is ook logisch. Als werkgever wil je eerst het economische getij even aankijken. Voordat je besluit om mensen aan te nemen of te ontslaan. Nou, die baanzekerheid is nou net heel erg belangrijk in de overweging om een huis al dan niet te kopen. Laten we eventjes kijken naar de ontwikkeling van de beurs sinds 1996. En ook natuurlijk naar de ontwikkeling van de huizenprijzen. Nou, je ziet bijvoorbeeld dat het omslagpunt op de huizenmarkt in 2002 en in 2009 vooraf werd gegaan door een correctie op de beurs. De beurs daalde in 2000 al en in 2008 natuurlijk. Kortom, als huizenkoper hoef je je geen zorgen te maken zolang de beurs lekker doorstijgt. Maar hou dus de beurs en dus ook RTLZ nauwlettend in de gaten. Daar word je namelijk ruim op tijd gewaarschuwd voor een omslagpunt op de huizenmarkt.